Mijn moeder zette me naast het bed neer en ik zakte gewoon als een plumpudding in elkaar, zeg maar. Het is een hele nare ziekte die echt een leven compleet op zijn kop zet. Toen ik 3,5 jaar was, heb ik polio ofwel kindervlamming gehad. Toen mijn moeder jong was, hadden mijn grootouders de keuze niet, want die vaccinatie bestond niet. Een half jaar nadat ik het had gekregen, gingen ze dus wel vaccineren. Dus ik had nog net de hoofdprijs te pakken. Het is eigenlijk een progressieve ziekte en dus iedere keer kun je minder. De artsen hadden mij afgeraden om zwanger te raken. Dat was een te grote belasting voor mijn spierstelsel. Maar ik wilde dolgraag kinderen, dus ik heb daar niet naar geluisterd. Het is niet zo dat je als kind erachter komt dat je moeder iets niet kan. Het is meer dat je in een soort realiteit zit waar dat normaal in is, zeg maar. Dus je weet niet beter. Ik was dolblij met die kinderen en ik moest wel wat maatregelen nemen. Toen ze bijvoorbeeld een jaar of twee waren, moest ik die kinderen aan een hondenriem vastleggen, want dan liepen ze weer weg. Er zitten ook wel voordelen aan. Mijn kamer was dan op zolder en was ik niet met mijn huiswerk bezig en dan kwam ze controleren of ik mijn huiswerk wel aan het doen was. Ja, die hoor ik natuurlijk van ver af aankomen met die traplift. Dus ik kon dan snel mijn boeken erbij pakken en net doen of ik heel druk was. Je moet overal hulp bij vragen. Ik voel me nu eigenlijk pas echt gehandicapt, sinds een jaar of vijf. Het leek wel of ik een soort griepje heb gehad. En daar ben ik heel slecht uitgekomen. Ik ben naar artsen geweest. Het bleek dat dus postpolio te zijn. Ik word zelf vader en het is vanzelfsprekend voor mij om mijn kind in te laten enten.